Boys van Fata, die zijn hier te gast. Ontzettend gaaf dat jullie hier zijn. Maar jullie hebben natuurlijk genoeg aanleiding om hier ook bij After School aan te sluiten. Want jullie hebben een nieuw album, daar gaan we het zo meteen echt compleet over hebben. Maar er is ook een release party geweest van het album. Wauw, ja man. Dat was een hele goeie. Ons album kwam uit 24 januari. En het feestje in het Burger Weeshuis moest natuurlijk goed gevierd worden, maar was helemaal uitverkocht. Ja. Er waren zelfs kaarten op Marktplaats van 100 euro. Wat een kaartje. Hoe kwam je aan kaarten überhaupt? Je kon gewoon bestellen via het Burger Weeshuis of online. En die kaartjes waren 6 euro. Maar wij hadden niet gedacht dat het zo hard zou gaan. Dus op een gegeven moment was het uitverkocht. En zo kreeg ik een linkje van een kameraad van mij van, hey, moet je dit nou eens zien? Ik heb een kaartje gevonden op Marktplaats. Dus ik ging kijken, dat was gewoon 100 euro. Helemaal gek geworden. Ja. Wauw. Wat doet dat met je als je inderdaad gewoon zelf kaarten verkoopt voor een evenement van jezelf en dat je ineens ziet dat er zoveel vraag naar is, dat die prijzen gewoon... Ik denk, had ik er maar een paar overgehouden, weet je wel, had ik nog wat verdiend. Dat je zelf even op de zwarte markt kunnen handelen. Nee, wat doet dat met je, man? Dat is gewoon insane, weet je wel. Dat verwacht je niet van tevoren. Nee. Dus... Even heel kort, hè. Wat kunnen we van jullie nieuwe album verwachten? Als je het ja, wat kun je ervan verwachten? Ik zou hem eerst gewoon sowieso halen via bankpioniers.nl. En dan, weet je wel, ja, verwachting. Wat heb je voor verwachting? Dit is het album van ons, eerste album, zeg maar. Dus ja, je moet hem gewoon luisteren, man. Echt. Ja, het is een beetje, ik denk een beetje een mix tussen soulvolle tracks. We hebben natuurlijk ook een derde lid, Louis Bordeaux, een zanger. Hij kon er vandaag niet bij zijn, dus het met griepen. Op bed, ja, wetenschap houden. Wetenschap sowieso. hij wilde hier naartoe komen, maar die boys zeiden van nee, doe maar niet. Want anders zit je de bank onder de puke bags overal. Nee, dat moeten we niet hebben. Nee, maar het is heel gevarieerd. We hebben, zeg maar, Louis en ik produceren. We hebben alles zelf geproduceerd, alle beats. We hebben een feature op van Kraatje Papi. Nexus, ook uit David, een vriend van ons, staat erop. En voor de rest hebben we gewoon alles zelf gedaan. Er zijn gewoon soulvolle tunes, veel. Een beetje R&B-achtige invloeden, soulvolle invloeden, maar ook gewoon harde bangers, clubbangers en van alles wat, man. Ja. Hey, maar dat album, ik zie hem daar op de bank liggen. Er zitten ook een paar gekleurde velletjes bij en zo. Wat is daarmee aan de hand? Ja, inderdaad. We hebben een tof design. Hebben de Wonderboys ook vrienden van ons gemaakt. En dat is eigenlijk wat je ziet op de cover, is gewoon onze hoofden jong, volwassen eigenlijk afgebeeld. Maar het werkt met kleuren. Dus als je dat filter overheen doet, dan zie je onze... Ja, cute, dat zijn jullie nog jonge pikkies. Ja, cute, hè? Ja. En als je dan het blauwe filter, ja, werkt ook met licht, kijk, dan zie je ons volwassen. Oh, en dat nice. Is een beetje dat jong volwassen waar we het over hadden van... Weet je wel, we zijn gewoon soms een stel kleine kinderen nog in de studio, maar we zijn wel gewoon wat ouder geworden. We hebben veel dingen meegemaakt en daar praten we over allemaal. Oh, soms zijn we dom en soms zijn we wijs. Wijs. Hey, de muziek die erop staat, hè, op dat album. Ja. Wat is nou hetgeen wat van nou echt van jullie zelf is? Hè? Jullie maken de tracks helemaal zelf, maar als jou als voorbeeld nemen, wat leg jij nog van jezelf in een track? Ik denk op dit album wel heel veel. Weet je, wij hebben dit hele album, we hebben hiervoor EP's gemaakt en losse tracks waar we gewoon stoer deden. Mm-hmm. Als rappers zijn we natuurlijk ook wel. Maar weet je, ik denk in dit album hebben we gewoon wel echt alle drie ons boekje open gedaan over ons leven, snap je? Want we schrijven over, weet je, natuurlijk schrijven we over gekke dagen en over dat het goed gaat met ons. Maar we hebben ook gewoon best wel allemaal individueel en best wel turbulent. Wat is echt een specifiek ding wat jij erin hebt gelegd? Nou, ik praat bijvoorbeeld ook over mijn jeugd, van dat ik niet altijd een lievertje ben geweest. En dat ik, weet je, kijk, ik ben zelf als tiener, ik spijlde veel, ik ging eigenlijk nooit naar school. Ik heb mijn diploma en mijn HAVO pas gehaald toen ik 20 was. Don't leave school, don't do drugs. Sowieso niet doen. Maar weet je, daar praat ik ook gewoon over. En dat ik, weet je, de band die ik had met mijn ouders en zo hebben we alle drie ons eigen verhaal. Ja. Louis heeft zijn eigen verleden. Hoe zit dat bij jou? Ja, ik heb verschillende dingen in het album. Over mijn verleden ook inderdaad, over... bijvoorbeeld de band met mijn vader. Ik had hem 20 jaar niet gezien. En we hebben sinds kort weer contact. Dat zit erin. Maar ook net zo goed stiefvader die vermoord is, dat zit erin. Wauw, dat zijn best wel heftige dingen. Dat zijn hele heftige dingen. Ja. En ik denk ook, zeg maar, dat mensen die alleen Geile Donder kennen, of vast wel goed, bij het album echt zoiets hebben van oké, maar ze vertellen ook echt gewoon iets. Ja. Over zichzelf. Zit er ook echt een naast dat jullie verhaal, zit er ook een boodschap in voor degene die luistert? Ja, zeker. Ik denk... Wat ook de boodschap is, zeg maar, want ik noem wat negatieve dingen op, maar er zit echt een onderlaag in van, ook al maak je echt vervelende shit mee, zeg maar, in je leven, dan nog hoef je niet helemaal verpest te raken daardoor, hoef je niet stoer te doen. Weet je, het kan je ook heel erg helpen om juist volwassener te worden en wat positiever in het leven te staan. Hey, de middelbare school, hè? Jullie hebben ook de middelbare school gevolgd. De ene heeft er iets langer over gedaan dan de ander, maar hoe was dat voor jou?
Ja, voor mij, ik begon heel erg braaf. Ik was volgens mij wel een braaf jongetje in het begin. Maar op een gegeven moment ontdekte ik dus blowen. En, ik heb gehoord dat jij een ettertje was. Toen begon ik een beetje een ettertje te worden. Op een gegeven moment interesseerde mij het eigenlijk allemaal niet zoveel. Ik had hele andere interesses. Ik ontdekte een beetje hip-hop en een beetje van mensen op straat met wie ik veel omging. En ik ben toen helemaal van ateneum naar HAVO en blijven zitten. En op een gegeven moment ben ik gewoon gestopt. En eigenlijk eerlijk gezegd, ik pas op mijn 20ste mijn HAVO gehaald, man. Dus weet je, uiteindelijk is het gelukkig allemaal wel goed gekomen. Uiteindelijk heb je het, weet je. Ja, dat is belangrijk. Uiteindelijk heb ik hem, sowieso. En Terry? Voor mij best wel, zeg wel lange weg, man. Weet ja? Je? Ja, ik echt IVBO, VBO heb ik gedaan. Ik kwam een beetje ook door de gezinssituatie thuis, zeg maar, want dat speelt toch mee op school. Ja. Echt een beetje op een school gezeten, wat toch wel een beetje bekend stond als een soort van ASO-school in Deventer. Mijn stiefvader heeft me toen wel, die had zoiets van, weet je, wat doe jij op de school, je kan meer. Dus heeft hij mij in Os, waar ik toen woonde, heeft hij me op de MAVO gezet. Mm-hmm. En die heb ik wel afgerond. MBO gedaan, afgerond. Nice. Maar even terug over Van Marlen. Ja. We hadden het op de heenweg over. Van, hij zat zeg maar op het Van Marlen, ik zat op het Reefjes. En dat waren twee rivaliserende scholen, zeg je dat? Weet je, ja, de scholen die altijd ruzie hadden. Rivalen, twee rivalen van elkaar. En we hadden het erover op de heenweg. Van, weet je, dat was wel crazy, want op een gegeven moment sprak je dus af in de pauze. We hadden best wel twee van die sketchy scholen. En dan spraken ze af om elkaar te gaan ontmoeten. Gebeurde nooit, want altijd kwam de schoolleiding erachter. Werden de hekken dichtgezet en politie ertussen en zo. Maar wij zaten echt politie erbij, ja? Ja, 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 dat was echt gewoon... Want de hele school sprak af van, oké, nu gaan we gewoon gek doen. En wij zaten dus op weet je wel, op scholen, die waren niet echt bevriend met elkaar. Maar nu is het volgens mij allemaal anders. We zijn nu bezig met de Slam School Awards. We zijn op zoek naar de leukste school van Nederland. Zouden jullie je eigen school... Sowieso, man. Ja, jawel, ja. Ik heb gewoon wel een goede tijd gehad. Het was gewoon wel echt een toffe tijd dat ik veel vrienden leren kennen waarmee ik nu nog steeds bevriend ben. Waar ik in aanraking mee gekomen ben. Muziek maken. Ja, weet je. Ja, nee, het hoort er allemaal bij, weet je. Ja. Ik bedoel, het is niet misschien een voorbeeldschool van waar ik mijn kinderen heen zou sturen. Okay. Maar weet je, het is wel, ja. Het is, je hebt het leuk gehad. Ik heb het leuk gehad. Okay. Hey, ik zeg net al, de School Wars, het is in het teken van de Battle of Heroes. Wie zijn jullie helden? In het algemeen? Ja. Wauw. Mag er ook even over nadenken, komen we er zo meteen op terug. Oké. Ik zie hier foto's liggen, want we hebben natuurlijk over de School Wars ook en over jullie middelbare schooltijd. Ja. Kunnen jullie even een foto laten zien van jullie allebei, hoe jullie eruit zagen in die tijd? Ja, dit is een foto van Terry. Hoe oud was je hier ongeveer? 2002. Zullen we je even laten zien? Dit is Terry en zijn ma. Oh, gossie toch. Ja, schatje. Wat een babyfeestje heb je daar nog. Wel even dat we het goed hebben, inderdaad. Ja, en jij? En ik was super stoer, man, toen die tijd. Ik dacht, vond ik tenminste altijd. En hier zie je mij, volgens mij was het op een uitwisseling. Hier was ik een jaar of 16 of zo. Oh my god. Ja, ik ben dus wel... Wat kijk je boos, man. Ja, ik was ook best wel een stoer kereltje, weet je. Ik vond ik tenminste zelf. Maar dat was een beetje zo was ik toen een beetje, man. Ik ben blij dat ik nu wel wat... Je ziet er vrolijker uit in ieder geval. Ik geniet wat meer van het leven, laat ik het zo zeggen. Hey, ik vroeg net wat jullie helden waren. Ja, voor mij is dat toch wel... Ik moest even nadenken en ik kan heel veel namen noemen, maar voor mij is het toch wel mijn pa geweest. Ja? Echt nog steeds eigenlijk. Die man die... hij is wat ouder dan mij. Ik lijk op hem. Ja, joh, ja, iets hoor je niet vaak. Maar, maar hij heeft me wel veel geholpen gewoon met alles. En hoe hij in het leven staat. Van, hij is nu bijvoorbeeld met pensioen al. Maar gewoon doorgaan met mensen helpen. En hij is echt een people's person, snap je wat ik bedoel? Nice. En dat is mijn held, sowieso. En voor jou, Terry? Voor mij, mijn moeder. Want ik heb wel vaders gehad. Maar nooit echt langer dan 7 jaar. Maar, en mijn moeder is altijd geweest, weet je wel. En nog steeds. En onze band is super sterk. Ja. Yeah. We hebben niet eens echt een moeder-zoon-band. Ze zijn gewoon meer vrienden. En geen geheim voor elkaar. Gewoon overal over kunnen kletsen en gezellig op stap gaan. Weet je. Ze gaat af en toe gewoon mee. Ja. En is echt een top mens. Gaat ze ook mee naar jullie optredens? Ja. Want dat wil ik ook mee. Jullie hebben een tour. Dat is een heel mooi bruggetje. Nee, ze komt zeker op 3 van de 9 of 10 shows van de tour. Wauw. Nee, we gaan in april gaan we toeren. Met de Kraan samen. Mm-hmm. Gaan we heel wat podia onveilig maken in Nederland en België. Tof, ja. Heel tof. Dus ja, waar komen jullie ongeveer allemaal terecht? We komen in Groningen terecht, Melkweg,
Waar kunnen we dat allemaal vinden? Dat is even makkelijker misschien. Dat is nog makkelijk, ja. Bankpioniers.nl, denk ik, staat het op. Onze site komt het heel snel op Facebook. Vater.nl. Facebook, Twitter. Lekker vol spam allemaal. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier naartoe wilden komen, jongens. En heel veel succes ook met het album en natuurlijk met de aankomende tour dan. Thanks. Je kijkt nog steeds naar After.